In de steentijd, 5000 jaar geleden, leefden er al mensen in Nederland. In de provincie Drenthe hadden deze mensen, die leefden als boeren, een speciale manier om doden te begraven. Dit deden ze namelijk in een hunebed. Een hunebed wordt gemaakt van hele grote zwerfkeien. Deze keien werden in de ijstijd door het ijs vooruit geduwd. Het ijs kwam toen halverwege Nederland. Vandaar dat veel zwerfkeien in Drenthe bleven liggen. De boeren hadden een speciale manier om de loodzware keien op te bouwen tot een hunebed. We denken dat ze met behulp van zand, bomen en dieren de stenen op hun plek kregen, zodat er een soort huisje ontstond. Dit huisje bedekten ze weer met zand, zodat het er uiteindelijk als een heuvel uitzag. Daarom noemen we het grafheuvels omdat het moeilijk was om een hundebed te bouwen, werden er meerdere mensen in één hundebed begraven. Er werden geschenken en voedsel voor de doden bijgelegd, zodat het hen aan niets zou ontbreken.